Welkom bij de tweede aflevering van iTrain instructievideo's. In deze aflevering bekijken we een aantal belangrijke instellingen in iTrain. We beginnen linksbovenin door op iTrain te klikken en vervolgens op voorkeuren. We openen het tabblad Algemeen. Allereerst zien we Bewaar automatisch bij afsluiten. We zorgen dat deze optie aanstaat. Hierdoor wordt bij het afsluiten van iTrain automatisch de laatste stand van zaken opgeslagen. Als we iTrain opnieuw opstarten, zullen alle treinen op dezelfde plek staan als waar ze stonden toen we iTrain afsloten. Als de optie Controleer opnieuw versie bij opstarten aanstaat, zal iTrain automatisch een pop-up geven als er een nieuwe update beschikbaar is. Bij Look and Feel stellen we het uiterlijk in van iTrain. Er is een aantal opties waardoor iTrain er anders uit gaat zien. Standaard staat macOS 10 geselecteerd. Dit laten we zo staan. Taal staat standaard ingesteld op systeemstandaard. Dit houdt in dat iTrain automatisch de taal van je computer overneemt. Heb je de voorkeur voor een andere taal, dan kun je dit selecteren in het drop-down menu. De lengte-eenheid staat standaard op centimeters. Vind je het makkelijker om met een andere maat te rekenen op je baan, bijvoorbeeld met millimeters, dan kun je dit hier veranderen. Dit geldt ook voor de snelheidseenheid. Deze staat standaard op kilometer per uur, maar reken je liever met een andere eenheid, dan kun je dat hier ook weer veranderen. De laatste instelling in het tabblad Algemeen is het basispad. Hier stellen we de basismap in waaruit iTrain werkt. Als we op Vinden klikken, navigeer je naar de map waar de map iTrain zich bevindt. We selecteren de map iTrain door er één keer op te klikken, dus niet openen, en klikken op Choose. Nu zal hier het juiste basispad worden weergegeven waaruit iTrain gaat werken. In het tabblad Schakelbord zie je drie opties. Allereerste optie Standaard Grid. Dit zorgt ervoor dat altijd het raster wordt weergegeven over je baanplan. Dit laten we uitstaan voor een mooiere weergave van het baanplan. We zorgen dat Standaard Fit wel aanstaat. Deze optie zorgt ervoor dat het baanplan altijd optimaal is ingezoomd. Met weergave kun je wisselen tussen kleurprofielen van het baanplan. De standaardinstelling is donker. Heb je liever een witte achtergrond, dan kies je voor klassiek. Gaat je voorkeur uit naar een hoog contrast, dan kies je voor contrastrijk. In het tabblad Interface kunnen we een aantal basisinstellingen maken als het gaat om de centrale besturing van onze baan. De optie probeert te verbinden indien mogelijk. Zorgt ervoor dat iTrain automatisch verbinding probeert te maken met de centrale als het programma opstart. Bij groepering adressen kunnen we de keuze maken hoe iTrain omgaat met de adressen van accessoires, zoals wissels, seinen, terugmelders, blokken en boosters. Als we deze op standaard laten staan, zullen de adressen optellen van 1, 2, 3 enzovoort. Soms kan het handig zijn om hier te kiezen voor een andere waarde. In ons geval hebben we een terugmeldermodule met 16 aansluitingen. Stel dat we nu een probleem hebben met een van de terugmelders, bijvoorbeeld onze 59ste terugmelder. Dan moeten we nu gaan rekenen op welke module deze zit. Door de optie 16 krijgt deze terugmelder niet het adres 59, maar 5.11. Dus contact 11 van de vijfde module. Zo kun je dit ook oplossen met bijvoorbeeld de wissels en de seinen. In het tabblad Netwerk kunnen we instellen hoe deze computer met iTrain zich in het netwerk gedraagt. Aangezien dit alleen te gebruiken is met de professionele licentie, gaan we hier op een andere video op in. Het tabblad afstandsbediening houden we ook te goed voor een andere video. Klik nu op OK om de gewijzigde instellingen te bevestigen. Als laatste klikken we op Bewaar. In de vorige video hebben we aangegeven dat we nog even terug zouden komen op waarom we het baanplan opslaan in .tcd.zip. De reden hiervoor is dat iTrain alleen instellingen opslaat in een tekststructuur die ver kan worden gecomprimeerd. Het bestand wordt door de toevoeging van .zip in de naam ongeveer 10 keer kleiner.
Het is ook verplicht om bij hulpvragen op het forum altijd je baanplan mee te sturen. En dit moet in de extensie tcd.zip. In de volgende aflevering gaan we de laatste update van iTrain installeren onder macOS. Graag tot de volgende keer!